Je zat al in de voorselectie en nu ben je ook in de definitieve selectie opgenomen. Hoe is dat voor jou? Natuurlijk eerst zie je dat je in de voorselectie bent. Je hebt altijd dan natuurlijk, in het verleden ben ik wel eens eerder benaderd door Marokko. Toen altijd voor trek Nederland gekozen. Uiteindelijk kwam er een einde aan Jong Oranje, helaas plaatste ons niet. En geen oproep gehad van het echte Oranje. En nu is Marokko bij me komen aankloppen. Het is natuurlijk mijn vaderland, dus dat is heel bijzonder, heel mooi. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus ik ga daar naartoe en kijk er naar uit om met die jongens aan de slag te gaan, te proeven, gesprekken te voeren, kijken hoe het eraan toe gaat. Ik heb natuurlijk nog niet echt een heel goed beeld van hoe het op dat moment staat bij de Marokkaanse selectie. Dus dat is nieuw voor mij. Een definitieve knoop heb je nog niet doorgehakt? Nee, dat is volgens mij ook niet aan de orde, omdat ik, wat ik zeg, ik ga daar gewoon naartoe. Ik ga gesprekken voeren, ga kijken hoe het is. Ik ben natuurlijk heel trots dat ik überhaupt een uitnodiging krijg. Vereerd natuurlijk ook. En later kan je altijd nog de keuze maken van wat gaat het worden. Alleen voor nu heb ik nog geen keuze gemaakt.